Hallo student van de opleiding Voeding. Ik ben Lennon Munnekes, ik ben de opleidingsmanager voor jullie opleiding. Via dit filmpje wil ik graag iets met jullie delen. Als allereerste hoop ik natuurlijk dat het goed met jullie gaat. Met je omgeving, met je familie, met je vrienden, met je naasten. Dat jullie gezond zijn of weer gezond worden. Want dat is het allerbelangrijkste op dit moment. Maar een ander ding wat ik ook even met jullie wil delen. Want zoals jullie door hebben gehad, hebben wij de afgelopen 3 weken het onderwijs zo goed als mogelijk normaal door te laten gaan. Ook de toetsing. En dat heeft wel voeten in de aarde gehad. Want we moesten inderdaad van 1 dag van fysiek onderwijs naar volledig online onderwijs. Dat was niet niks. Voor ons niet, maar ook voor jullie niet. En dat heeft heel veel vragen en gedoe opgeleverd. Want op heel veel momenten is het heel goed gegaan. Op andere momenten weer wat minder. Maar we hebben dat bewust gedaan. Want op dit moment is volgens mij structuur het allerbelangrijkste. Omdat het zo bizar is en dat we eigenlijk niet weten per dag wat er kan gebeuren. Daarom is dit echt een bewuste keuze geweest van ons. Houden aan structuur. Houden aan het normale waar het kan. Om niet een gigantische studievertraging op te lopen. Geen achterstand, geen gaten, noem maar op. En we weten dat dat natuurlijk niet overal gebeurt. We weten ook dat er bijvoorbeeld stages zijn afgebroken. Daar gaan we allemaal een oplossing voor zoeken. Overal gaan we een oplossing voor zoeken. Dat zeker. De tweede, de communicatie. We hebben natuurlijk teruggehoord dat dat ook niet altijd helemaal goed verliep. Excuses daarvoor. Maar ik denk dat jullie ook kunnen begrijpen dat dit voor ons ook echt een hell of a job was. Daar gaan we dus nu wat aan doen. Vanaf deze week gaan we alles op 1 site zetten. Op een Mijn HVA, aparte site, waar weekoverzichten komen. Waar vragen komen die beantwoord kunnen worden. Waar vragen komen die nog niet beantwoord kunnen worden. Die zijn er ook nog genoeg. Maar zodra we het antwoord wel weten, zullen we die ook laten weten. Maar ook bijvoorbeeld informatie over propenduizen, over diplomering, over BSA, over BIG-registraties. Wekenoverzichten, toetsroosters, roosters. We willen dat allemaal vanuit 1 kanaal gaan communiceren aan jullie. Want dat gaat meer structuur bieden. Dus kijk alsjeblieft naar die site voor meer informatie. En alle veelgestelde vragen. En hopelijk zoveel antwoorden ook. Voor nu is het allerbelangrijkste. Blijf gezond. Word gezond. Hou je haaks. Komt uiteindelijk allemaal wel weer goed. En ik hoop jullie heel snel weer te zien. Is het niet in juni, is het in het nieuwe studiejaar. Maar hopelijk tot heel snel. En dank jullie wel voor alle begrip.